Het Flevo ziekenhuis moet verschillende geplande operaties weer afbellen. Het Almeerse ziekenhuis moet ruimte en capaciteit vrijmaken voor het toenemend aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen. En als we het dan toch over corona hebben, COVID heeft flink huisgehouden bij de profs van Almere City FC. 3 spelers en een begeleider zijn besmet. De voor vanavond geplande uitwedstrijd tegen FC Den Bosch gaat niet door. En een criminele bende oprollen begint met je neus eens flink in hun zaakjes te steken. Letterlijk, want bewoners van het Flevolandse buitengebied krijgen deze week een ecstasy-geurkaart door de bus, zodat ze alert kunnen zijn op ecstasy-laboratoria in hun buurt. Het is dinsdag 6 oktober, dit is Flevoland. Goedenavond. Het Almeerse Flevo ziekenhuis stelt verschillende niet spoedeisende operaties uit vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. De verpleegkundigen zijn nodig om voor coronapatiënten te zorgen. Daardoor is er niet genoeg capaciteit voor de reguliere ziekenhuiszorg. Het besluit is genomen in overleg met ziekenhuizen in Noord-Holland. Gemiddeld genomen wordt de reguliere ziekenhuiszorg met ongeveer 20% teruggebracht. Ja, dan praat je eigenlijk over een beperkt aantal geplande operaties. Dus bijvoorbeeld een knieoperatie of een heupoperatie die al langer in de planning stond. Die mensen moeten natuurlijk uiteindelijk ook opgenomen worden in het beddenhuis, waar het nu heel druk is. Dus om die reden zeggen we van, nou ja, dat kan nu niet plaatsvinden, dat zal op een later moment helaas moeten plaatsvinden. En is dat mogelijk, dat ze blijven wachten? Kan dat? Nou, dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor mensen. Er wordt ook heel goed gekeken door onze artsen van, is dat inderdaad verantwoord en heeft iemand bijvoorbeeld niet te veel pijn? Het gaat nu gelukkig ook om een beperkt aantal operaties. Maar het is natuurlijk voor de mensen die het betreft ontzettend vervelend. Van de 9 operatiekamers zijn er nu 3 gesloten. De patiënten van wie de operatie uitgesteld wordt, krijgen rechtstreeks bericht van het ziekenhuis. Als mensen niets horen, dan gaat hun operatie gewoon door. Wat betreft de acute zorg hoeven mensen zich geen zorgen te maken. De acute zorg is altijd gegarandeerd. Die gaat gewoon altijd door. Dus bijvoorbeeld operaties op het gebied van trauma's, maar ook oncologie. Maar bijvoorbeeld ook bevallingen, dat is gewoon gegarandeerd. Dat gaat altijd door. Maar daar moeten we ook altijd wel voldoende ruimte voor blijven houden. Volgens Pels liggen er op dit moment 2 coronapatiënten op de intensive care. Zo'n 20 anderen liggen op de reguliere corona-afdeling. Dat aantal is volgens Pels de afgelopen dagen vrij stabiel. Een afschaling van 20%, wat zijn de verwachtingen? Ja, dat hangt er vanaf hoe de pandemie zich natuurlijk ontwikkelt en hoe ook de capaciteit van de ziekenhuizen is. Dus dat is moeilijk te voorspellen. Het is wel zo dat dat heel stapsgewijs gebeurt iedere keer. Een eventuele volgende stap zou betekenen 40% afschalen van de zorg. Maar het kan ook zijn dat de situatie zich verbetert en dat we weer kunnen opschalen. De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Almere City in de keukenkampioendivisie vanavond gaat niet door. Beide clubs hebben momenteel te maken met coronabesmettingen binnen hun selecties. Als het aan Almere City had gelegen, had de wedstrijd desondanks wel gespeeld kunnen worden. Ja, heel vervelend. We hadden natuurlijk zelf vanmorgen te maken met enkele coronagevallen. Drie spelers en een staflid die positief testen. Desondanks goed georganiseerd om naar Den Bosch te gaan om daar onze tweede plek te verdedigen. Alleen toen kregen we later nieuws van de KNVB dat de wedstrijd niet door kon gaan. Ja, wat was de uiteindelijke reden die gegeven is? Nou, wat ik heb begrepen is dat er bij Den Bosch een coronageval was. En dat op last van de GGD in Den Bosch de hele selectie van Den Bosch in quarantaine moet. Waardoor automatisch de wedstrijd komt te vervallen. Ja, en welke spelers van Almere City dan besmet zijn met corona wordt uit privacyoverwegingen niet bekendgemaakt. Zorggroep Oude en Nieuwe Land is tevreden over het gebruik van de eigen coronatestlocatie in Emmeloord. Sinds woensdag wordt het eigen zorgpersoneel dat klachten heeft die gerelateerd kunnen zijn aan corona gratis getest. En dat gebeurt allemaal in de fietsenstalling van zorglocatie Talmahof. Dit is echt bedoeld, deze testlocatie, om de zorgcontinuïteit te waarborgen van Zorg op Oude Nieuw Land. Dan focus je in eerste instantie op je zorgmedewerkers. En daarnaast gaan we kijken van, kunnen we uitbreiden met medewerkers die ook op onze locaties werkzaam zijn, om die eventueel erbij te gaan testen. Dus dan gaan we uitbreiden. Voor het personeel is de testlocatie een uitkomst en een geruststelling. Zeker, absoluut. En het is heel belangrijk dat er getest gaat worden. Dus ik ben heel blij dat dat zo kan, dat de zorg
dat de zorggroep ook echt dat zo voor ons regelt. Super, ja. U komt veel met mensen in aanraking voor uw werk? Ja, ik kom inderdaad bij de mensen thuis in de wijk. Dus je komt bij heel veel mensen thuis. En dan is het inderdaad heel belangrijk dat je inderdaad goed in de gaten houdt. En dat je goed in de gaten houdt of je klachten hebt. We doen al heel veel aan bescherming. Dus ook dat we mondkapjes en dergelijke dragen. Dus daar ben je heel voorzichtig in. En ja, als je klachten hebt, dan heb ik zoiets van, ja, dan moet ik maar gelijk even laten testen. Want ja, je wil gewoon geen risico lopen voor de mensen. Het is nog niet bekend of de zorggroep ook mensen die niet voor het bedrijf werken gaat testen. Ja, we hebben uit de regio hier wel vragen gehad van scholen en huisartsen. Van, hey, wat zijn de mogelijkheden om te inventariseren? We hebben gezegd, we leggen eerst de focus op onze eigen zorgmedewerkers. En om ook gewoon eerst goed ervaring op te doen. En vanuit daaruit kun je eventueel verder gaan kijken. Wat voor klachten moet je hebben om hier getest te kunnen worden als medewerker? Of maakt het niet zoveel uit? Ja, een van de eerste vragen die we hier bij de testlocatie stellen is of iemand klachten heeft. En dat zijn de klachten natuurlijk de standaard klachten die bij corona horen. Hoesten, koorts, algeheel onbehagen voelen, de spierpijn in je lijf, de griepachtige klachten, soms ook diarree. Dat zijn de klachten waar we hier specifiek eerst naar vragen. Zonder klachten word je niet getest. De verkeersveiligheid op de weg van ongenade tussen Espel en Emmeloord moet snel verbeterd worden. Die oproep doet de lokale Veilig Verkeer Nederland afdeling in Noordoostpolder aan de gemeente. Aanleiding is het fatale ongeluk van een 14-jarige jongen. Op de weg van ongenade geldt volgens een verkeersspecialist een maximumsnelheid van 60 km per uur. Maar volgens Veilig Verkeer Nederland rijdt het verkeer er 100 km per uur of zelfs harder. De gemeente heeft in april vorig jaar aangegeven maatregelen te nemen, maar daar is volgens Veilig Verkeer Nederland nog steeds niets van terechtgekomen. Zo'n 10% van de Flevolandse ondernemers vreest failliet te gaan door de coronacrisis. Dat blijkt uit een meting onder het Flevolandse ondernemerspanel van VNO-NCW. Dat heeft de gevolgen van de coronacrisis bij ondernemers gemeten. 2/3 van de bedrijven heeft te maken met omzetverlies. Voor 1/3 van de ondernemers zijn de problemen groot. Daartegenover staat dat ruim 1/3 van de ondernemers helemaal geen problemen verwacht. Verzekeraars willen dat alle betrokkenen bij de gasexplosie op Urk in juni 2016 betalen voor de schade. Dat bleek gisteren tijdens een civiele zaak in de rechtbank van Zwolle. In totaal hebben de verzekeraars 2 miljoen euro uitgekeerd aan de slachtoffers. Volgens de verzekeraars zijn de gemeente, de aannemer en de netbeheerder allemaal verantwoordelijk en moeten zij bijdragen aan de schade. De rechtbank geeft de partijen 4 weken de tijd om tot een schikking te komen. Boeren in het Flevolandse buitengebied krijgen deze week een bijzondere brief door de bus. Er zit een kraskaart in met de geur van ecstasy. Dit is onderdeel van een informatiepakket gericht op het opsporen en tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Ja, dan ruik je toch echt die... ik vind het dan een soort van anijsgeur. Ja, en het zit op dit testertje. Maar het is geen anijs, het is ecstasy. Het is ecstasy. Met deze kaart moeten de boeren erachter komen hoe ecstasy precies ruikt. Als je naar een varkensboer gaat of naar een boer met koeien of een kippenbedrijf, dan weet je ongeveer welke geur daarbij hoort. Maar als er een geur is die daar niet bij past, dan denk je van hé, wat een raar geurtje. En dat is een signaal. Dat is een signaal wat je zou kunnen oppakken, met name op het moment dat schuren leeg staan. Dat je denkt van, hé, die boer is daar weg, maar ik ruik toch een rare geur. En wat kun je er dan aan doen? Zo'n gekke geur zou dus afkomstig kunnen zijn van een drugslab. Hoewel deze in Zeewolde nog niet zijn gevonden. Wat wij wel zien, is dat we met regelmaat in ons agrarisch in ons buitengebied, en dan kijk ik met name naar de mooie bosgebieden van Staatsbosbeheer, dat we af en toe eens een keer van die 1000-liter tanks staan, of wat kleinere, die dan tegen de dijk aan worden gegooid, met allemaal chemische rotzooi die ermee moet worden opgeruimd op kosten van de gemeenschap. Nou, dat zijn dus ook zaken die duiden op ondermijning. Dat hoeft dan niet per se uit onze gemeente gekomen. Dat kunnen ze een stukje vervoerd hebben. Maar dat vervoer, die 1000-liter tanks, ik pak maar even dat als voorbeeld, en die dan stallen in ons buitengebied, dat moeten mensen gezien hebben. Ondermijnende criminaliteit is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld en komt in het buitengebied van Flevoland steeds vaker voor.
Denk daarbij aan criminelen die boeren onder druk zetten om leegstaande schuren ter beschikking te stellen voor een wietplantage of ecstasy lab. Een leegstaand agrarisch gebouw kan overal voor gebruikt worden. En dan hebben wij ook nog het hele mooie Horsterwold van 5000 hectare. Daar kun je van alles in kwijt. En daar hebben we ook ervaringen mee wat je er allemaal in kwijt kunt. Dus let op, dat geldt misschien ook wel voor bezoekers van het buitengebied. Kijk naar het Horsterwold. Als je daar rondfietst, en tegenwoordig in de coronatijd meer en meer mensen fietsen daar. Let nou eens op als je rare dingen ziet. Als je verdachte situaties ziet, meld het aan de politie. En samen zorgen we ervoor dat Flevoland veilig blijft en dat Zeewolde veilig blijft. Omwonenden van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug kunnen vanaf morgen meedenken over de opknapbeurt van de dijk. Het bouwwerk gaat over 3 jaar op de schop omdat de dijkbekleding niet meer voldoet aan de hoogwaternormen. En omwonenden die kunnen in aanloop naar die opknapbeurt meepraten over zaken als de natuur en de recreatieve mogelijkheden op de dijk. Het asfalt, het gras en de stenen op de IJsselmeerdijk moeten worden vervangen. Daarom onderzoekt het waterschap of de dijk breder of hoger moet, of dat er oevers moeten worden aangelegd. Maar wat willen de omwonenden eigenlijk, is de vraag. Voor ons hoeft er niets te veranderen. Als hij verzwaard wordt en verhoogd, dan het liefst aan de binnenkant. Want we willen wel graag dat het fietspad behouden blijft. Als het verkeer maar een beetje apart kan zijn van fietsen en bromfietsen. Met het corona gebeuren loop je, als je met z'n tweeën bent, daar en daar. En dan gaan de fietsers er dwars doorheen wat nergens op slaat natuurlijk, op fietspaden en dergelijke. Dus aparte wandelpaden ben ik wel voor, denk ik. Wie mee wil praten over de opknapbeurt van de dijk, kan dat vanaf morgenavond doen. Aanstaande woensdag hebben wij de eerste digitale aftrap in kader van coronatijd. Anders zouden we dat in de zaal doen, plenair, met mensen bij elkaar. En wij vragen de mensen om mee te denken hoe zij de dijk vinden, wat ze van de dijk vinden en welke oplossing zij voor de toekomst het beste en het mooist vinden. Na de startbijeenkomst kunnen omwonenden verder praten aan zogenoemde thematafels. Dat zijn bijeenkomsten waarin het onder meer gaat over de natuur en recreatie op de IJsselmeerdijk. Ja, meer biodiversiteit of vooroevers of minder asfalt, meer gras als dat kan. Maar misschien kan het ook niet. Nou, met elke bril kan je anders naar de dijk kijken. En wat zijn dan de bouwstenen die dan het best zijn? Ook al krijgt de dijk een ander uiterlijk, de buurtbewoners hebben een grote stem in dat wat er precies gaat gebeuren. De dijk die is er en die zal er ook, zolang Flevoland bestaat, zal de dijk er ook moeten blijven, want anders loopt het land onder. Alleen, ja, hoe we hem gaan inrichten voor de toekomst, zodat de toekomst en klimaatbestendig is, ja, dat is de vraag. Het Poppen- en Kinderwagenmuseum in Lelystad moet stoppen. Beheerders Nelly en Rob Sloep die hoopten vorige week nog dat er een nieuwe ruimte gevonden kon worden, maar dat is niet gelukt. En dat betekent dat het het einde is voor de ruim 700 wagenstellende collectie. Het is gewoon onverteerbaar. Maar ja, je kunt verder niks meer. Je hebt alle mogelijkheden geprobeerd. Je moet er een keer een streep achter zetten. Het museum is nu ondergebracht in een oude diervoerfabriek, maar de huur gaat binnenkort fors omhoog. Dat kunnen Rob en zijn vrouw Nelly niet meer betalen. Volgens het stel gaat hiermee een stuk erfgoed verloren. Wat maakt deze collectie zo bijzonder? Er zit heel veel Nederlands erfgoed in, maar ook buitenlands. Engels, Belgisch, Duits. De kinderwagenfabrikanten hebben een hele rijke historie. Het is daarnaast vrijwel zeker de grootste collectie van Europa. En met een enorme diversiteit. En het heeft eigenlijk met elke Nederlander te maken. Want nou ja, we zijn allemaal klein geweest. We hebben bijna allemaal in een kinderwagen gelegen. Dus het is ook heel herkenbaar voor iedereen. Het museum startte een aantal jaar geleden als een uit de hand gelopen hobby. Na een aantal verhuizingen binnen en buiten de stad kwamen ze in het huidige gebouw terecht. Maar daar langer blijven is dus geen optie. Nou, we hebben door het hele land heen allerlei gemeentes benaderd. We hebben de overheid benaderd voor subsidies, want er zijn wel subsidies voor cultuur. Maar die zijn toch het meest gericht op mensen die kunst maken. En dit is erfgoed. Het is geen kunst. Het stel is begonnen met inventariseren en start binnen een paar dagen met de verkoop van de wagens. Ze vrezen dat er ook een deel is dat ze niet kunnen verkopen. We moeten gaan verkopen. En tot zover het lukt kunnen we kinderwagens verkopen. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op. Ja, dan gaat het naar de stort.
Dat doet verschrikkelijk zeer. En het is ook, ja, als het straks weg is, is het gewoon echt weg. Je kunt dit niet opnieuw maken. Hoofdklasser Flevo Boys uit Emmeloord voetbalt vanavond voor de landelijke beker tegen Harkemase Boys uit de derde divisie. De wedstrijd wordt in Friesland gespeeld, zonder publiek. Verslaggever Han Dijkstra mag er vanavond wel bij zijn en blik nu alvast even vooruit. De generale repetitie voor Flevo Boys voor de wedstrijd tegen Harkema is niet goed verlopen. Afgelopen zaterdag verloor de ploeg met 5-2 van Genemuiden. En Flevo Boys had in de reguliere competitie nog maar 2 goals tegen. En dat is extra zuur voor de doelman van Flevo Boys, Volken Huisman. Want hij speelt tegen zijn oude ploeg Harkemase Boys. Ja, ik vind het wel bijzonder. Je komt altijd weer mensen tegen waar je vorig jaar mee gewerkt hebt. Veel bekenden, regelmatig nog contact mee. Dus ja, leuk. Huisman geniet er dus van dat hij zijn oude ploegmaatjes tegen gaat komen. Met de 5 goals tegen van afgelopen zaterdag is dat toch wel even anders. Het voelt sowieso niet lekker om 5 goals om de oren te krijgen. En helemaal niet als Harkemase Boys voor de deur staat. Ja, ik denk dat het gewoon wat collectief falen was van allemaal. De eerste 2 goals, ja, waren gewoon, gaven we echt weg. Foutjes achterin. Ja, dan denk je van, na rust, pak het weer goed op, scherp beginnen. Ja, krijg je weer op een heel lullig moment, 5 minuten na rust, krijg je alweer een goal tegen. Ja, dan is het eigenlijk alweer gespeeld. Ja, als je de goals op de beelden ziet, dan denk ik, had je misschien ook wel een paar van kunnen pakken, of niet? Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, dus waarom deed je dat niet? Ja, de afstemming, je staat net verkeerd. Bij die tweede gleed ik weg. Dus ja, de positie was niet goed. Dus ja, zulke dingetjes allemaal. Ja. Ben je dat veel voor je aan het evalueren, dat soort momenten? Ja, ik kijk het wel terug. Tuurlijk, ja, wat je dan doet. Ja, op het moment zelf, je kan er niks meer aan doen. Maar het is voor de volgende. Zorg gewoon dat je op de volgende bal er weer staat. En dan is er niet zoveel meer aan de hand. Ja, het zijn vaak beslissende momenten, hè, wat de keeper meemaakt. Is dat lastig? Ja, nou ja, dat hoort erbij. Hè. Als je fout maakt, is het meestal een goal. En als een speler een fout maakt, dan staan er nog een paar mensen achter om het te herstellen. Ja, is dat ook het leuke van het vak, zeg maar? Ja, ik vind het van wel. Toch een bepaalde druk meegeven van, ja, als je fout maakt, kan het wel eens fataal aflopen. Ja. Nu tegen Harkemase Boys, neem je dat soort momenten dan mee die wedstrijd in? Of zeg je, dan moet ik van tevoren gewoon kwijt zijn? Ja, dan moet je gewoon kwijt zijn. Dan moet je gewoon weer vergeten voor de rest. Gewoon lekker gaan voetballen. En dan zien we wel waar het eindigt. Het duel tegen de derde divisionist Harkemase Boys wordt vanavond om 8:00 gespeeld in het Friese Harkema. En dit was Flevoland voor vandaag. Wil je iets terugkijken uit deze uitzending? Dan kan dat altijd op de gemistpagina op omroepflevoland.nl. Of download onze app, dan kan je al het nieuws en de filmpjes ook op je smartphone bekijken. Morgen meer, dit is Flevoland. Voor nu een fijne avond en heel graag tot dan.